Wij zijn hier bij de 3D Challenge in Mierlo en er is een handboogwedstrijd in de bossen bezig. Want jullie schieten niet op gewone schietschijven? Nee, er wordt op dierafbeeldingen geschoten, zeg maar, driedimensionale. En de bedoeling is dat je de afstand schat naar het doel en dan probeert ze goed mogelijk te raken. Dus het is een soort simulatie van de jacht, alleen dan op nepbeesten. Bang, bang, my baby shot me down, 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 down. Ja, dat zwijntje dat loopt nergens meer heen. Nee, na 3 spijlen is hij mooi dood. Hoe gaat het? Blabber slecht, maar wel leuk. Dus dat is positief. En dan beweeg je deze nog niet eens, hè? Nee, gelukkig niet, anders was het helemaal mogelijk geweest. Dus, ja. En wanneer kwam je erachter dat boogschieten voor jou een hit was? 1,5 jaar geleden ongeveer, dus basiscursus gedaan. Daarna binnengeschoten en nu de eerste 3D buiten. En dat is toch eigenlijk wel veel gaver, toch? Ja, in het bos hartstikke leuk, gewoon met z'n allen en de hele dag rondsjouwen. Gezellig pijltjes schieten, helemaal goed. Ik zag u bijna niet staan. Nee, dat... Is ook de bedoeling. Hoe is het hier nou vandaag? Ja, lekker. Het is mooi weer. Het is super weer vandaag. Dus heel veel lol erin. Het is echt een beetje een jongensdroom, hè? Zoals je het vroeger speelde. Ja, in principe wel. Het is een beetje het indiaantje spelen, maar dit is meer het jagen, zeg maar. Maar dan de legale versie. Ik bedoel, we schieten niemand dood natuurlijk. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Wat schrijf jij nou eigenlijk allemaal op? De punten. Ik kan hem wel even laten zien. Je hebt hier een lijstje en dan de eerste punt, of in ieder geval de eerste keer bel. In het midden is dan 20 punten. En als je hem dan eventueel op de rest van het beest raakt, is 17 punten. En dat gaat dan zo door, dus het is de tweede en de derde pijl. Dus. Gaat het jullie om de punten of meer om de gezelligheid? Het gaat vooral om de gezelligheid. Er zijn niet heel veel prijzen om te behalen, dus het is vooral omdat je het echt leuk vindt om te doen. Ja. Mijn net niet. Ja, weet die skill. En wanneer dacht jij van, boogschieten, dat is voor mij een schot in de roos? Oké, dat is een hele flauwe. Dat is ongeveer 1,5 jaar geleden geweest. Mijn moeder deed het al een tijdje. En ik dacht, vind ik ook wel leuk om te doen. Ben een beetje meegegaan. Nu loop ik al 1,5 jaar mee met wedstrijden. Bang, bang.